Even Koen of... Jij moest toch eten? Noord. Recherche. Binnen een half uur je proteïne. Ik schrok gewoon heel erg. En dan ga je hier naartoe. Naar... Johnny van Dijk. Het is een soort van tweede huis voor de, voor ons allemaal. Kan ik u even persoonlijk spreken? Wanneer is Eva Koenen voor het laatst komen trainen? Gistermiddag. Cardio worstelen, daarna kickboksessie met Tess. Wie won? Geen winnaar, hoezo? Drugs? Hoezo denkt u dat? Ik heb het er zo vaak gezegd. Je ruïneert je lichaam en je carrière. Hoe wist u dat ze drugs gebruikten? Ja, een beetje trainen ziet dat, hè? Verminderde de reactiesnelheid, evenwicht, uithoudingsvermogen. Jullie hebben de ruzie over gehad. Ze had echt potentie, ja. Hoe ver ging de ruzie? Oh, ik zit in de vechtsportbusiness en daar gaan ze over lijken. Ik vraag u alleen maar naar Eva en hoe ver de ruzie ging. Eergisterochtend, ze wou eerder weg. Ik vond het slappe hap. Maar ik heb haar niet geslagen. Misschien moet je dat aan het vriendinnetje van haar vragen. Waar was u gisteravond tussen 10 en 2? Thuis. Uw eerste huis of uw tweede? Dus iets met een grillige vorm, van tin en gehard staal, dat is afgewassen in gootsteen. Wat voor werk doet u precies? Ik zit in de Human Resources als ZZP'er. En als ik dan de klant aan de telefoon heb en die muziek beneden begint weer... Dan bent u zeker wel blij dat de muziek nu permanent uit is. Ik kon heel goed met haar overweg. En zij met mij. Daarvoor heb ik mensenkennis genoeg, anders kon ik dit werk niet doen. Weet u dat zeker? Dat van die mensenkennis. Gek dat u dan 2 jaar geleden niet kon inschatten dat uw ex-vriendin het niet zo prettig vond om gestalkt te worden. Sommige vrouwen maken van een mug een olifant. Daar dacht de rechter anders over. De rechter was ook een vrouw. Misschien heb ik die situatie verkeerd ingeschat. Dat spijt me, dat heb ik toen ook gezegd. Was dat bij Eva ook het geval? Nee. Nee, helemaal niet. Dat was mijn type niet. De avond van de overlijden had u toen last van de muziek? Ja. Waarom zei u dat dan niet meteen? U bent naar beneden gegaan, ze maakte u kwaad en u heeft haar doodgeslagen. Ik heb gedaan wat ik altijd doe. En toen zag ik haar vriendin aankomen lopen. Die Abby heet ze. Hoe laat was dat? 11:00. Deze gaat met ons mee. Onderzoek.